Zeer. Goedemorgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel, ik ben vandaag vroeg wakker. 6:30. Omdat dat mijn wekker ging. En kijk eens. Oh. Het is een friske buiten. En dan gaat daar weer om mijn wekker. Stopzetten. Afsluiten. Voilà. Ah ja, dan ben ik nog twee keer een shout-out vergeten te doen. Dan ga ik dat dan nu doen. En een shout-out naar PT, BRX en T. En naar Matties, alstublieft. Bij deze staan ook dat ook alweer al rechtgezet. Omwel van, ik was dat vergeten in de vlog van gisteren nog te steken. Ik was gewoon back off na die livestreams. What the fuck? Ik hoor hier weer al van alles. En niks te zien. Oh my god, vanachter zijn ze al beginnen te bouwen. En kijk eens. Ja. De koffie is door aan het lopen. Dan ga ik alles van mijn reis, dus ook wat ik gisteren heb klaargemaakt, ga ik ook nog vandaag nog afwassen. Dan ga ik ook zelfs gewoon de zakken al bijhalen uit mijn wagen nadat ik bij de dokter ben geweest. Ja, ik moet opnieuw naar de dokter toe voor controle. Ik heb heel veel last terug opnieuw van mijn rug. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb ook een slechte nacht gehad. Oh, veel weer als te roeren. Even naar Ginder gaan. Hop, zet er hey. Is dat uw jas die hier omhoog hangt? Die grijs? Ja. Ik zou het dus zelfs wel zeggen. Oké. En voilà. Joink, hier ben ik terug. Dan gaan we zelfs de afwas doen. Hier zat nog in. Ja, dit nog wegleggen. Oh, ik zie nog afval. Nog gauw eens weggooien. Joink. En onze Maxi is goed actief. Ik ga daar ook eens even iets tegen zeggen. Goedemorgen, Maxi. Alles goed? Joa, top. Allee. Eens even kijken wat dingen ook zegt. Hier, de computer. Ik ga nu subiet al de vlog uploaden. Ik ga de Q&A al afsluiten op Discord en een nieuwe topic open doen. Ik weet het niet. Ik weet het niet of ik weet het wel. Ik ben er zo aan het twijfelen, zal ik het dus doen of zal ik het dus niet doen? Kijken hoe mijn aardrijkskunde is op een geo. Kescher. Geocacher. Ik heb daar een velcro op zien duiken en oh, dat ziet er op mij ook wel een leuk programma uit. Ik hoop dat jullie ook allemaal van de muziek hebben genoten, wat ook nog gisteren nog allemaal online is gekomen, want ik heb gisteren nog... Tijdens ook mijn livestream nog zitten te monteren naar leuke muziek. Oh my god. Opzadrij, klaar. Op volgende, helemaal naar onder scrollen. Up. Certificaat toedienen, volgende. Plannen, 19 uur. Voilà. En dan heeft dat weer al een uurtje en 19 minuten nodig voor te uploaden. Oké. Okay.
En mijn muziek wordt ook nog heinig goed beluisterd. Dat is goed. Momenteel, toen ik aan het kijken was, dus de 7:11, staat Psycho TV Juicy HD aan de leiding met meeste keren beluisterd, met 17 keren beluisterd. Daarna Psycho TV, de streamer. Daarna Psycho Intro en dan Stippelijn Remix Miel Dieken. Als iemand van de admins dit ook ziet en al en... En weet je welk account dat is, die mogen unbannen. Blijkbaar is hem nog altijd gebannen op mijn Discord kanaal. Dus. Even gauw, oh my god, er zijn wel redelijk veel vragen binnengekomen. Ik ga ze ook filteren. Ik geef dat eerlijk toe, ik ga ze ook filteren, dus de slechte commentaar, die lees ik jammer genoeg niet meer, want dat heb ik ook zo gezegd. Volgende week maandag, dan kan ik wel eens de Q&A doen op een attractie. Dan pak ik eens 10 vragen mee. Ik ga 10 gelukkige winnaars uitkiezen dan, uit de leukste comments en al. Dus laat een hele leuke vraag achter deze video. Dan kan ik bijvoorbeeld op Hasselkermis, op een attractie, op een rustige attractie, bijvoorbeeld op een draaimolen of zo, dus echt een hele rustige attractie, daar jullie vragen dan ook voorlezen en nog eens een keer beantwoorden. Voilà. Nu, volgende week zijn we dan de 23e september. En dus deze video is al 24, is dus ja, altijd één dag later dan online. Voilà, dan nog de logo toevoegen. Afbeeldingen. Oh, daar is nog eentje moe. Oké, zo gegeel, ja. Dan klik ik op post. En dan de 16e sluit ik dan, hè. Voilà, post sluiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 vragen. Al gewoon al op Discord, hè, mensen. Ja, wat hè. Oké, dat is goed. Oh, waarom pak ik klaplok erbij? Ik moet iets anders er hebben. Heb jij een beeld gedaan? Nee. Oké. Wat we nu weer doen? Ah ja, dus je bent me van de wijs, weet je dat? Even kijken. Hè. Het is ook zo gelicht de Planet Coasters, die pak ik er ook mee. Kijken hoeveel comments dat daar zijn geweest. Ah ja, je moet eigenlijk van oud naar nieuw. Dus even gaan kijken waar staat die andere QQQ&A. Oké, hier. Hop. Ja, het zijn deze keer wel heel veel filmpjes die om een hele korte tijd online zijn gekomen op mijn kanaal. Dus daar ben ik wel een klein beetje blij om. En wat muziek mag ook, hè. Eens even kijken. 0 reacties. 2 reacties. Oh, dat is wel weinig. 3 reacties. Wel 156 keer bekeken. What the fuck? En dan maar 3 reacties. Dan 19 reacties. Wauw. En dan 9 reacties.
En dan nog eentje met 5 reacties. 4 reacties. 0 reacties. Ja, en dat zijn allemaal 0 reacties, Matthias. Muziekjes. En wel, ik wil... Ik heb me zo wel zelfs al beginnen stukjes van klaar te maken. Om 8:30 moet ik bij de dokter zijn. En daarna naar de dokter gaan we ook Maxi haar kooi. Zijn kooi. Merci voor te verbeteren. Zijn kooi. Verversen. Voilà. Dus ik ga rustig een tasje koffie nu drinken. Ik zie jullie en mijn kou scheren. En mijn tanden poetsen. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Ik hoop dat jullie van de timeslap hebben genoten. Dan nu vergeet ik nog bijna blouse ook nog mee te nemen. Ik ga het eerst de blouse aan doen. Zo. Dat is ook nog een warme. Oh. Zeker terug op wc? Ja. Huh? Ik verschrok me toen in één keer dat het wc-licht aan was. Dat mee. Ja, wat ga ik jullie neerzetten? Voilà, hier. Laat is het? 7:30. Ik heb nog een uur om het op in mijn dokter te geraken. Oké. Allee. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga mij nu gewoon een tasje koffie drinken. En dan pak ik jullie wel mee naar mijn. Tot straks, joe. Hallo kijkers en welkom weer op een Q&A. We starten te vragen dus zoals gewoonlijk van Discord. En Cryptid was dus als eerste aan de beurt. Waarom kijk je vlogs nooit na? Als je ze maakt. Grote YouTubers die kijken hun werk wel eerst na. Staat er soms dat ik er geen tijd voor heb? Als ik ook ga werken, dus binnenkort terug opnieuw. Dus dan heb ik daar ook wel daar de tijd niet voor om te kunnen nakijken. Maak jij ook zoveel fouten op je wel met stickers als jij online met je vlogs doet? Nee, dat geef ik eerlijk toe. Ik zou graag heel eerlijk horen van jou of je zelf blij en trots bent op je vlogs die jij maakt. Ik ben er redelijk blij mee. Ik zal het zo zeggen, redelijk blij mee. Omhoog van, het is nog altijd mijn kanaal en ik word aan alle kanten zo wat tegengewerkt van ja, dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Ik moet dan juist niks doen. Omhoog van dat het mijn kanaal is en als het dan niet aanstaat, ja, dan moeten jullie maar naar een andere zoeken. Voilà. Dan. E-mail. Gij ziet geen moeite meer in uw vlogs, maat. Altijd zwarte balken overal. Als dat uw mening is, ik doe mijn best. Smurf. Vertel eens hoe het zit met jou. Nog altijd taarten bakken tussen jou en Bea? Ja, dat is nog altijd heel goed tussen mij en Bea. Wil je deze keer mijn vragen alsjeblieft volledig lezen? Ik steek er mooie moeite in dat doe ik speciaal voor jullie. Dan weet je dat. Ik ga sowieso heel eerlijk zijn, Smurf. Soms zijn de vragen wat jij stelt, kleuren daar een klein beetje buiten de lijntjes en dat wil ik niet meer. Mag ik jouw nummer van je... Nee, dat gaan we niet doen. Nog even terugkomen op die 72 uur benefits, livestreamen. Wanneer moet ik daar dan congeken voor pakken? Ik weet jij veel verlof, maar ik moet af en toe eens werken. Die 72 uur livestream, dat zal er nooit van komen, want dat is gewoon veel te lang. Dat is gewoon veel te lang, sorry. Dat komt er nooit. Stel dat er geen chocomelk beschikbaar is. Koffie dan.
Wat is jouw favoriete leuke pretpark buiten Bobbejaanland? Europa Park in Ruust. In Duitsland. Voilà. En dan de tweede plaats die dan ook staat is Asterix Park in Frankrijk. Dan Alton Towers in Engeland. Voilà, dat zijn mijn top 3. Ik heb nu al zeker 2 weken geen grote toilet meer kunnen doen. Welke fruit en groenten moet ik volgens jou eten en hoe maak ik daar het gemakkelijkste kinderpap van? En dan met of zonder chipotle. Ah, wel, zoiets moet je vragen aan een dokter. Wat is jouw favoriete weekdier? Ook elke maand en op een donderstasken. Wat voor vragen is dat? Dat beantwoord ik niet. Wat voor vragen stelt jij opnieuw weer? Dat bedoel ik hoor, Smurf. En dat knap mij af voor dan nog verder te lezen als je zo van die vragen gaat beginnen te stellen. Ik ben op de hoogte gesteld dat jullie nu een konijn hebben. Gaan jullie dat met. Ziet, voilà. Ja, we hebben een konijn, maar ik stel je vraag niet verder. Want, nee. Echt waar. Sorry. Smurf, sorry. Je hebt je kans gehad. Je hebt heel mooie vragen gesteld. Tegelijk die 72 uur. Ja, benefits. Dan moet dat ook weer al niet zijn. Gewoon 72 uur livestreamen. Dus sorry. En dan zie je zo gelijk ook wat is. Wat ik zelfs nog niet eens kan lezen. Wat is jouw favoriete acteur van deze lijst? Ik kan dat allemaal niet lezen wat jij allemaal typt. Sorry. Sorry. Ben je de slimste dan? Hey Dimi, van waar heeft Bea haar inkomsten als zij niet gaat? Dat is niet. Dat hangen wij niet aan jouw neus, Benny. Dat hangen we echt niet aan jouw neus waar zij het geld vandaan haalt. Dat hangen we niet aan jouw neus. Wanneer gaan jullie samenwonen? Daar zijn we volle bak mee bezig met onze instanties. Wat kan Bea zo al koken? Dat weet ik niet. Moet je aan haar vragen. Mogen wij de inhoud van uw frigo eens zien? Nee, want die zit goed vol. Waar is Bea uitstekend in? Waar Bea echt heel uitstekend in is liefde geven. Heel veel liefde geven. En ook bijstaan in mijn moeilijke tijden. Als jullie kinderen krijgen, staan die dan ook ingeschreven bij de OCMW? Dat zo'n vraag. Zeg ik gewoon fuck off. Voilà. Dat kast ik gewoon af. E-mail, heb jij een vleesmuts? Nee. Hoe vaak werd je zo gemiddeld gepest per dag op de speelplaats in het lager en hoeveel in het middelbaar gemiddeld per uur? Hallo. Kun je deze statistieken eens delen met de fans zodat er een mooie grafiek kan uitmaken en kijken of er minder wordt gepest dan vroeger? Groetjes, wiskundeleerkracht die uw kop in de wc heeft geduwd. Oké, e-mail, sorry, dat gaat erover. Ik antwoord daar niet meer op. Dus al uw andere vragen, sorry, e-mail. Dimi, het valt mij op als naar de winkel gaat samen met Bea dat Bea in de auto blijft zitten. Waarom gaat zij nooit de winkel binnen? Dat omdat zij een winkelverbod heeft door in het verleden te proberen te stelen of zo? Vraag me af waarom ze nooit met jou meegaat. Zij is vandaag wel meegegaan in de Carrefour hier in Alken. Probleem is, ik had mijn GoPro niet bij, dus ik heb het ook niet kunnen filmen. Of anders had ik bewijs dat zij is meegegaan binnen in de winkel bij de Carrefour hier in Alken. Dan Kobe. Waarom als je vraagt voor feedback en mensen zeggen beleefd dat een bepaald soort content niets voor hun is, word jij kwaad? Kopen. Het is nog altijd mijn kanaal. Ik speel heel graag Planet Coaster. Ik ga dat niet in de vuilbak gooien. Als ik hier achter mijn computer zit en ik zit wat te gamen, kan ik het ook even goed opnemen en ook op YouTube zetten. Dat jullie daar ook dan wat plezier aan hebben of andere kijkers plezier aan hebben. Voilà. Kan je niet goed tegen eerlijke meningen? Ik kan er wel goed tegen.
kan er echt waar heel goed in. Waarom vraag je om feedback als er toch niets met gaat doen? Ik doe dat wel, want ik heb dus gisteren een livestream gedaan. Een Counter-Strike 2 livestream, omdat er nog eens een vraag achter is geweest. Zeggen dat je een bepaald soort content niet leuk vindt, is geen cyberpesten. Dat is persoonlijke smaak. Jij die kwaad wordt op fans die eerlijke mening geven, voelt als pesten. Sorry, hé, dat voelt zo aan. Oké, mijn excuses. Waarom vraag je fans om te voten op polls welke games zullen... Ja, oké, ja. Dat is eigenlijk ook weer waar. Ik heb de polls even weer op stop gezet. Voilà. E-mail, sorry. Ik ga zelfs al niet lezen uw vraag, want uw vraag daarboven is al gewoon echt waar. Geen vragen voor echt online te zetten. Dus ja, zo gelijk dat, want zo gelijk wat jij juist hebt gezegd, groetjes de wiskundeleerkracht die uw kop in de wc heeft geduwd. E-mail. Vraag me af, denk je soms wel goed na wat je typt? Denk je echt goed na wat je typt? Moet ik ook zo beginnen? Is over uw profielfoto dan te beginnen, dat ik eens ook eens een feedback daar eens op geef. Wat een lelijke smoel dat je daar hebt. Oh, sorry. Echt waar. Als iemand mij aanvalt, dan val ik automatisch terug. Sorry, e-mail. Dat is mijn mening. Als jij mij aanvalt, dan val ik u gewoon terug met uw lelijke kop. Voilà. Dan ERG. Sorry, andere fans. Het is alleen maar op e-mail geuit. En niet naar jullie toe. Dus dan weten jullie dat. JRG, ga je volgend jaar op het EK vloggen? Ja, ik wil dat wel doen, ja. Dan gaan we eens door naar YouTube. Vlog 1885, nul reacties. Dan vlog 1888, 3 reacties. Stemtest was heel... Nee, stemtest was wel leuken. Goed dat jij luistert naar ideeën van kijkers. Dankjewel. Ik ga binnenkort nog een... Just voor dat we moeten gaan stemmen, zal ik nog een keer een stemtest doen. Dan Schnitzel... Wat een aparte nickname. Dimi stem gewoon Vlaams Belang. Jij bent een belangrijke Vlaming. Ik heb een stemtest gedaan en ik kom op MyPinkston uit. Misschien bij de volgende stemming dat misschien heel anders eruit gaat zien. Dan Scopatropa. Werklozen en uitkeringstrekkers zouden ze niet mogen stemmen. Dat is jouw mening. Dat is jouw volledige mening. Dan, vlog 1889, 19 reacties opgekomen. Mooi, mooi, mooi. Daar ben ik wel blij om. Romeo, geen leuke nieuws van de dokter. Oei. Ja, ik heb ook vandaag opnieuw slecht nieuws gekregen. Ik moet zondag opnieuw het ziekenhuis in. Voor nieuwe foto's te laten trekken van mijn rug. Ik zie echt elke dag... meer en meer terug af. Dan mogen zelfs aan mijn schat vragen. Ik zie echt af. Ik heb hier zelfs zaterdag geweend van de pijn dat ik zelfs naar de dokter van wacht moest gaan. Zo pijn had ik aan mijn rug. Ik neem nu heel zware medicatie. Lorenzo. Bro, wat? Ik hoop dat je er wat geld mee verdient. Dan kan je OCW tenminste terugbetalen. Ha 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 ha. Man woont bij zijn mama zeker? Nee, ik woon heel alleen. Uw boeleke zegt dat je weet moet tanken. Als ik maar voor 15 euro naft in doe, zegt hij dat alle dagen soefen. Dat is niet waar soefen. Ben niet de slimste. Als je korte afstanden doet, is 15 euro al redelijk, dat je al redelijk vele afstanden kunt afleggen.
Zo gelijk de 50 km per uur banen en de 70 km per uur banen. Daar doet je minder naar afstop als tegen 120 te rijden. Maar dan moet je wel altijd continu wel kunnen blijven rijden. Dan Clips Mania Shorts. Yo, ik wil gerust helpen met de dumblijst tegen betaling. Laat me iets weten als je hier voor open staat. Ik sta hier niet voor open. Bij deze is jouw antwoord beantwoord. Wie jou ooit vertelt dat jij kan zingen? Oh, ikzelf. Zet uw frigobox van mijn grond af, luierik. Wat heb ik u gezegd, Benny? Ik heb u nog één keer zo'n uitspraak. Dan verberg ik jou weer al van mijn kanaal. Mwahaha. En kom eens anders met lekkere bewijzen naar mij toe dat het jouw grond is. Dat durf je tenminste ook niet, hè, dat je geen bewijzen hebt. Dus kom eens met bewijzen, dan zal ik mijn frigobox wel van uw grond af laten staan. Dank u. En merci, schat. Zie dus hoe lief dat mijn schat is voor mij een lekkere Coca-Cola vanille te geven. Dank je wel, lieverd. Dit is hoe lief dat ze is. Wij liefden dat we met spat nog van ons van elkaar. Wie kijkt in godsnaam 2 uur naar uw vlog? Wij moeten werken gaan en zitten niet zo thuis gelijk jij te profiteren van de staat. Stop met die saaie lange vlogs. Dan heb ik daarop gereageerd. Stop met zagen. Als jij het saai vindt, zoek dan een andere YouTuber om naar te kijken. Ik verplicht je niet om te kijken, hé. Dat is ook weer waar wat ik daar ook heb opgezegd. Daar is maar iemand die zaagt. Dat ben jij die 2 uur uw vlog zoeven. Benny, moet ik ook zo beginnen zo gelijk e-mail? Ik ga gewoon, voorlopig gewoon uw vragen negeren, sorry. Dat is gewoon de druppel geweest. Echt waar, ik ben geen zager, dank u. Mak! Met al die bergen suiker sowieso diabetes type 2 tegen dat hij met 40 is. We zullen zien, hè, Mark, attack. Dan boterhamvlogs. Denk jouw brunch heeft even te veel calorieën als een mens over een hele dag mag eten? Als jij dat denkt, boterhamvlogs, dan is dat jouw mening. Dus daar kan ik niks op inbrengen. Dan Marcel. Leuke vlog, ga zo verder. Dankjewel. Cool. Dan hebben we hier curryworst. Veel te lang. Waarom is B altijd zo onvriendelijk naar u en zegt G daar is niks tegen die dat ze normaal moet doen? Curryworst. Jij weet niet wat achter de camera gebeurt. Dus met die antwoord, ze is wel vriendelijk. Weer 2 weken verlof. Hoera, goed gedaan. 15 dagen rijbewijs afgeven met ge-sms'en aan roodlicht. Hoop ze het afpakken. Wat trager over vluchtheuvels rijden als jij comedie wilt spelen dat je rug zeer doet. Over de vluchtheuvels ga ik 30 per uur, waar je over 30 per uur over mag rijden. Jij zei het edits vergeten. Oké, curryworst, voor u is het juist hetzelfde zowel als Benny, als Emiel, als nu jij. Curry, sorry. Dat zijn al 3 mensen, hè. Keizer Gamers, moet je muziek niet aanzetten van, niet uitzetten van copyright, want dat zei je eerst in de vlog groetjes. Dan heb ik daarop geantwoord, heb geen melding binnengekregen dat er copyright muziek in zit. Of anders had ik dat verwijderd via YouTube Studio zelf. Groetjes terug naar Keizer Gamers. Je bent echt goed bezig met vlogs maken. Mooie kwaliteit met filmen. Ga zo door. Fijn weekend of nog werk ze. Dankjewel. Oh, dankjewel. Dan Tim Barr. Goeie vlog, beetje kort. Moet het nog wel langer, ik zal het 3 uur eens doen. Wie stemt erin voor 3 uur vlog? Dan Bobbert, 2 uur slecht nieuws. Ai, niet goeden.
Dat is waar. Ik moet nu zondag opnieuw het ziekenhuis in. Ja. Dan zitten we aan vlog 1890. 9 reacties. Romeo. Hey Peter, leuke vlog. Ik kom binnenkort ook in Begonialaan wonen. Ah ja, waar dat dan? Laat het mij dan eens weten. Mak, laat de scouts of Giro eens met rust. Je overtreedt zelfs heel de tijd wet in het verkeer met illegale downloads. Ah ja? Heb je bewijzen dat ik illegaal download? Ik ga eens laten voorlezen, wacht hè. Ik ga eens even googlen. Mag je in België films downloaden? Maar wel, luister hè. Dat staat echt letterlijk en figuurlijk bij ictrechtswijzer.be. Dus ik ga Google het laten lezen. Het wetboek van strafrecht bevat verder geen artikelen die het illegaal films of muziek downloaden strafbaar stelt. Je kan dus in België niet strafrechtelijk vervolgd worden voor het illegaal downloaden van muziek of een film. Voilà, ça. Bij u is deze dan de vraag beantwoord. Dan Curie, rollercoaster, goede is dikke thumbs down, zo saai. Oké, dat is jouw mening. Waarom... ja. Boef, ik ga ook niet op jou in, want jij staat daar ook... nee, sorry Boef. Echt waar... Jullie krijgen nog allemaal nog één kans. En ook Peter Selig, kom aan. Wat voor reacties posten jullie? Denk eens ook eens wat na. Pauze is een leuke commentaar. Daarom dat jullie nog allemaal nog één kans krijgen. Of anders, als ik nog één keer na deze vlog, dus na dinsdag, nog slechte reacties zie, zowel hier onder deze vlog... Als de komende vlogs en video's, bijvoorbeeld de gamingplay video's, dan ga ik gewoon harde maatregelen nemen. Dat maakt niet uit als ik abonnees ga verliezen, ja of nee. Dan verberg ik gewoon de users. Ik heb dat nu al heel vaak gezegd. Nu ga ik mijn been stijf houden. En nu ga ik beginnen met de gebruikers te verbergen die gewoon slechte commentaar geven, zowel naar mij toe als, oftewel naar mijn liever toe, Bea. Dank u. Dan vlog 1891, 5 reacties opgekomen. Dan Romeo. Top, meer van dit in de vlogs. Goed bezig, Peter. Tof vlog, dankjewel. Marcel, dat liedje in het begin in de vlog in de auto is Eric Braeder's Piano. Oké, dat is goed. Ja, dus Boderham Vlos, dus ik ga jou ook wel jouw comment voorlezen. Timmy, jij zegt help mij voor op wie je moet stemmen, maar uw stemtest zou u daarbij al moeten geholpen hebben. Ik ga sowieso nog één keer de stemtest doen en dan, ja, dan gaan we zien hè, op wie dat ik ga uitkomen. En dan seizoen 1, episode 1 van Blendcoaster. Romeo, wanneer nog eens Rumicup? Binnenkort nog wel eens. Soefin, terug solliciteer bij Bobby Aland. Zou een goede job zijn voor u, Dimi. Ik mis het wel. Zo gelijk de attracties bedienen of zo. Dat is altijd heel leuk. En dan, hoe doneren? Dan heb ik daarop geantwoord. Voilà. En dan hebben we nog de episode 2 al. En daar zijn 0 reacties op gekomen. Oké, heel veel bedankt om naar... Allee, hoe moet ik het zeggen?
naar deze Q&A te kijken. Eens even kijken hoe lang ik nu al op het nemen ben. Oh, 23 minuten. Zal ik dan online rijbewijs doen? Dat zal ik nu eens doen. Online rijbewijs doen. Dus ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, yo, yo. Kijkers en welkom op... jullie zien het hier, de proefexamens theorie. Dus theorie examen oefenen.be. Oké, dus ik ga hier dan opklikken op start gratis auto-examen. Oké, here we go! Dus je kijkt maar al. Ah ja, wacht, hè. Ik ga nog niet beginnen. Wacht, hè. Oh, fuck. Dus je krijgt dus blijkbaar bevragen maar 20 seconden om te antwoorden. Want wacht, hè. Denk ik. Ja, oké. Dat kan. Oké. Autotheorie, voilà. Dus we gaan een start gratis auto-examen. 3, 2, 1, go. Ik wil linksaf, moet ik de voetganger voorrang verlenen? Ja, natuurlijk. Ik wil overdag in de tunnel inrijden. De tunnel is niet goed verlicht. Wat moet ik doen als ik in de tunnel... Ik doe alleen mijn dimlicht en ik doe mijn dimlicht aan. Daarna mijn grootlicht en ik doe mijn dimlicht en daarna mijn mislampen. Ik doe alleen mijn... deze. Dit aanwijzingsbord betekent voor voorwegwijzer... verkeerd ook dan weer voor voorwegwijzers die doorsteekt van middenberm. C. We weten pas op het einde als we het juist hebben. Hè? Welk verkeerspoort kondigt een overweg aan met slagbomen aan? Bord 2. Mag ik hier parkeren? Vanaf tot hier? Ja. Mag ik hier als laatste? Wie mag hier als laatste? Witte auto? De blauwe moet als laatste. Waar is het minimale volgafstand die ik aan moet houden afhankelijk van de lengte van je voertuig, de weeromstandigheden, de type banden van je auto, de lengte van je voertuig. Dit verkeerspad betekent verboden toegang voor bestuurders van rijwielen, verboden toegang voor bestuurders van rijwielen bromfietsen klasse A, verboden toegang voor bestuurders van rijwielen en bromfietsen klasse A en B. Ik heb de eerste genomen. Wanneer mag ik klaksoneren? Ter waarschuwing dat ik ga inhalen. Als ik daarmee een ongeval kan voorkomen. Ter waarschuwing als ik vlak langs de fietsers moet rijden. Denk A. Mag ik op de bijstrook even stoppen om een appje te versturen? Ho! Nee! Ik wil file vermijden. Mag ik nu de afrit nemen? Ja. Je mocht daar toch de afrit nemen. Dit verkeerspad betekent verplicht fietspad, weg voorbehouden voor het verkeer van fietsers, oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bron. Ja, C. Het bovenste verkeerspad betekent een versmalling, rijbaanversmalling. Wie mag er als eerste? Blauw. Ik wil fietser inhalen. Wat moet ik doen? Ik haal de fietser in met voldoende zijlinkse afstand. Ik geef de klakje naar. Ik wacht met de inhalen tot ik de tegenkomende wegverkeer ver genoeg kan opmerken. Dus C. Dat is een autosnelweg. Sta ik hier goed geparkeerd? Nee. Wie mag hier als eerste... de voetganger, want dat is een zwakke weggebruiker. Beide rijstroken en de file rijden ongeveer even hard door. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de voertuig beter kan doorrijden? Ik wil zoveel mogelijk van rijstroken, ik blijf zoveel mogelijk op dezelfde rijstrook rijden. Ik wil een... denk C. Bij welke verkeerspot kan ik tegenligger verwachten? Bord 2. Nee. Bij verkeerspot 1 en 2. Nee. Verkeerspoort 2. Ik
wil weten hoe mijn resultaten zijn. Ik heb 1, 2, 3, 4 fouten gemaakt van de 20. Dus 16 op 20, dus ik ben toch nog altijd geslaagd. Geslaagd, ja. Klik op de vraagnummer om de vraag na te kijken. Dus 2 had ik fout. Ik doe alleen mijn dimlichten aan. Ik doe mijn dimlichten aan en daarna mijn grootlichten. Ah, dat zijn vaarwas dan betoelen. Oh, ja, oké. Ik doe alleen maar mijn dimlichten aan. Dan was A wel juist. Volgende vraag kijken. Die had ik correct. Ah, oké. Hier had ik ook een fout. Waar is de minste... De lengte van je voertuig had ik aangegeven. De weersomstandigheden. Oké. Weersomstandigheden. Dat wist ik niet. De volgende foute vraag. Wanneer mag je klaksoneren als ik daarmee een ongeval kan voorkomen? Maar ja, dan gaan ze... Dan verschieten toch ook die fietsers? Wat er... Hè? Als ik daarmee een ongeval kan voorkomen. Dat is wel waar. Ja, oké. Ja. En hier de laatste. Beide rijstroken in de file rijden ongeveer even hard door. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de voertuigen beter kunnen doorrijden? Ik hou meer afstand tussen mijn voertuig en de auto voor mij. Oké, ja. Voilà, dan weten we dat allemaal. Dus heel veel bedankt om naar deze mooie theorie-examen oefening te kijken. Ik hoop dat jullie daar iets hebben uitgestoken. Ik zie jullie allemaal terug in mijn vlog. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Voilà, kijkers. Ik heb hier nog wat huishoudelijke taken gedaan. Dus zo wil ik de afwas gedaan. Ik heb hier ook deze hoekje wat opgeruimd. Jullie zien het. Dan heb ik hier ook nog wat geborsteld. De zetels gedaan. Nu ga ik mijn schatje nog naar huis brengen. Ik ga wel niet met een handdoek mee naar huis nemen. Hè? Naar haar thuis toe. Dus ik ga deze handdoeken die ik heb gebruikt, ga ik gewoon al integraal, merci voor mijn jas mee te nemen, integraal in de wasmand gooien, dat we die dus niet meer gebruiken. Poink! Oké, licht op de zetel heb ik gewoon mijn jas. En dan dat ik hier toch nog ben, en toch nog verder even huishoudelijke taken ga doen, is hier, dit is heel mijn was. Die ga ik ook even opruimen. Ik vergeet het continu, hè. Als je jaren en jaren en jaren geen last hebt gehad van je rug, dan kun je dat nog wel eens snel vergeten. Wat is er gebeurd? Ik heb me gebukt. Voor mijn was op te halen. Klein beetje maar. Moet je uw witte headset? Ik heb een zwarte toch nog in de auto. Ah ja. Oké. Alleen mijn zwarte headset. Oké. Ik ga hier de vlog beëindigen, of anders gaat hem toch echt nog veel te groot worden. Ik weet niet als mijn vriendin het ook wel mee afronden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Want ik doe dat nu tegenwoordig zo. Want ik ga niet zeggen over vlog bla 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 bla. Nee. Gewoon algemeen YouTube kanaal. Dus, zoals altijd als ik afsluit. Yo, 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 yo.